Ja, hallo allemaal op deze druilerige dag. Ik ga vandaag een vlog voor jullie maken over boogschieten te paard. Dus blijf kijken. Dit model ligt best fijn in de hand, maar we hadden er 3, 2 jaar geleden. Freak out, already. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Body crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? Nou goed, wij zijn nu dus aan het wennen aan de baan. En dan moet je natuurlijk altijd heel erg voorzichtig doen. We hebben net geoefend met het pijlen schieten. Dat moet je natuurlijk eerst doen en dan technieken doornemen. Hè, Dimmy? Want ja, anders schiet je natuurlijk alle paarden dood en dat wil je ook niet. Hè? Zo laten we dus goed zo de paarden wennen. Braaf! Dan geef ik een lekker snoepje erbij. Dan mag ze wennen aan alle rare dingen. Dus touch. Good. En dan vindt ze het dus niet meer zo eng. Daarnet stond ze nog een beetje bij te snurken, maar nu niet meer. Ze denkt nu alleen maar, oh dat bord dat levert wel een snoepje op. Kom maar. De pijlen al in mijn hand. En wat ik dan doe is ritselen, voordeur houden, gek doen. En een beetje vertrouwen kweken. Nou, Nederland is weer een boogschietduo rijker. Hè? Nou ja, zijn er meerdere. En dat ging eigenlijk allemaal verschrikkelijk goed. Alleen één paard vond het misschien een beetje spannend. Maar geen gekkigheden gebeurt tot nu toe. De volgende groep is nu nog aan het zadelen, maar ja, ik moet Dim heel even eten geven. Dimmelim heeft het super goed gedaan. Was in het begin wat drammerig. Die wilde eigenlijk meer dan dat ze mocht. Maar goed, uiteindelijk pakte ze het heel goed op. En daar was ik eigenlijk wel heel trots op. Hé, Dim? Hé, hey, Snoot! Kijk! Die denkt van, ik hoor een vriendinnetje. We gaan nu naar de tweede groep. Die gaan nu rijden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ik wil wel heel erg snel naar binnen, want het regent echt keihard. Het is zo gaaf. Ik durf het niet hardop te zeggen, want iedereen luistert mee. Maar wow, als je een keer de kans krijgt om dit te gaan doen,
En paard en boog is in de buurt. Ik zou je gewoon inschrijven. Wat is er? Moet je eruit? Zal ik je even naar buiten gooien? Oké. Is empty. That sucked. So if you're too school. Hoe vind je het? Top. You can choose to let it go. We can always. Yeah! So raise your glass if you are wij zijn klaar. We gaan opruimen. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Ik in ieder geval wel. Ja. Nou, ik loop toch nog heel even een gezellig praatje te houden. We hebben het boogschieten te paard gedaan. En we hebben het rustig opgebouwd. Want ja, paarden moeten dat natuurlijk ook even wennen. En nou, dat was natuurlijk super leuk om te doen. En ik heb er weer enorm veel van geleerd. En ook dat mijn paard best wel nuchter is. Dat wist ik eigenlijk wel al, maar dat ze dan toch ook met het boogschieten zo braaf blijft, vond ik eigenlijk wel opmerkelijk. Vond ik echt superleuk. Want ja, het is natuurlijk niet voor niks natuurlijk. Hè. Zo'n pijl en die slaat dan in op dat bord. En dat maakt best wel een, ja, best wel een klapgeluid. Ik raad het in ieder geval aan iedereen aan. Het is hier op de manege sowieso ook elke maand. Dus ja, je kan je gewoon ook daarvoor aanmelden bij Paard en Boog. Dan kan je gewoon alles vinden online. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik in ieder geval wel. De volgende vlog weet ik nog niet precies wat het gaat worden. Maar blijf in ieder geval kijken mocht je de vlog leuk vinden. Duimpje omhoog. Abonneren niet vergeten. Altijd alle suggesties zijn welkom. Heb je zelf iets leuks waar ik langs kan komen? Laat het me weten. Ik kom naar je toe. En dan maak ik ook een mooie vlog bij jou. Dus inspireer me, motiveer me. En neem me mee. Misschien heb jij echt wel een tof verhaal voor ons. Dus tot de volgende keer. En mocht je willen boogschieten, doen. Gewoon doen. Niet vergeten. paardenboog.nl